Kiki Moussamba, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het ermee? Ja, prima. Lekker. Ja. Tijd niks van je gehoord en opeens duik je op. Eerst in Apeldoorn en dan in Tilburg. Ja. Uitzendkracht Moussamba is weer bezig. Dus ik werd gebeld vanuit Tilburg. Dat was mankrachttekort. Dus moet ik weer uitdrukken. Nou, hier zijn we dan in de welkomstzaal. Ziet er allemaal goed uit. Ik krijg meteen een warm gevoel. Nou, laat je even een mooi gedeelte van de stadion zien. De geschiedenis van de club ziet er allemaal natuurlijk goed uit. 100 jaar Willem II. Maar dit moet je even zien. UEFA Intertoto semifinal. Malaga Willem II. Maar ja, hey, toen was ik nog bij Malaga. Hè? Zij hebben semifinal, maar ja, ik heb de beker. Dus moesten we even uitschakelen. Het is wel een leuke wedstrijd was het, mooi gedeelte. Hier verder hebben we nog wat prijzen van ze. Dat ziet er goed uit. En natuurlijk dit gedeelte. De foto's van de spelers. Daar moet je toch wel tussen willen zitten. En ziet het een beetje goed uit ertussen? Tussen al die foto's van alle spelers. Beetje zo moet je staan. Ja, dan gaan we even verder kijken hier al. En hier hebben we een paar mooie oude shirts van Willem II. Klassieke oranje. En natuurlijk een paar mensen die Willem II op de map hebben gezet. Zoals je hier ziet, Piet de Jong. Dat is een topscorer alle tijden. Willem II, ja, dat wist jij zelfs niet. Hè? Maar ik moet zeggen, wat heel bijzonder hier is, is toch het voetbalspel. En ik moet zeggen, de meeste jongens brengen veel tijd door op deze machine. Nou, daar gaat hij dan, hè? Ajax Willem II, hè? Je bent er al. Oh, Suarez, jammer. Oh, jezus. Michael Arts. Zijn er nog niet? Zijn er nog niet? Eerste drie. Oh, links bij het midden. Oh, Moussamba, steekbal. De Moes. Oeh. Vermeer, wat doe je nou? Hé. Hey. 1-1. Steekbal, Moussamba. Oh. Dan gaat hij, de Moes. Oh, ja, ja. 2-1. Hé. Hey. 1-2. Willem 2. Winnaar, sorry. Frank de Moes winnen de goal. Sorry. Over Moussamba en Ajax hebben, dan hebben we het over het jaar waarin Ajax de Champions League won, de wereldbeker. Je maakt ook nog enkele belangrijke doelpunten. Ja, het zijn de tijden die heel mooi waren voor Ajax. En als je jonge jongen, als je dat mee mag maken, is het geweldig. Want je leert meteen een hoop in zo'n fase. En dat is toch de bagage geweest waarmee ik uit ben gaan voortbeduren in de rest van mijn carrière. En het is heel, heel nuttig geweest voor me. Zondag speel je tegen Ajax. Is dat de eerste keer dat je tegen je oude club gaat voetballen? Ja. Het is de eerste keer tegen mijn oude club. En ook de eerste keer om weer in de arena te spelen. Zonder het Ajax-shirt. Dus het is wel een aparte wedstrijd wat dat betreft. Jouw naam is met die van de arena verbonden. Ja. Ja, ja, als je het zo bekijkt wel, ja. Nou, het begint ongeveer hier ook. Met een goede steekbal van Donny Wouter. Steekt hem de ruimte in. Kom hier. En uit de draai. Ja. Nou, en het juichen ging nog even door tot bijna de middenlijn, dus... Dat was een heel mooi en uniek moment in de arena. De eerste. En ja, hopelijk zondag weer. Ja. Ik ben toch voor andere kleuren, jongens, dus het spijt me.